welkom bij Horizon Live vanuit de studio in Marezen. Ik heb een bruidspaar op visite. Hi Loes. Hi. Hoi. Hey Koen. Hey. Hoi. Ik noem jullie bruidspaar, maar je zijn natuurlijk een boerenbruidspaar. Eigenlijk wel, ja. Ja, hè? Ja. Jullie vertelden net, ik vind het gewoon zo spannend dat jullie elkaar van tevoren niet kenden. Ik zag jullie voor het eerst en ik zei, oh leuk, hoe lang kennen jullie elkaar al? En zeiden, ja, wij kennen elkaar nog niet. Nee, en dan horen jullie in de onecht verbonden. Ja. Dus het is wel echt heel erg leuk, hè. Ondertussen hebben jullie elkaar leren kennen. En hebben jullie ook jullie familie uitgezocht. Want hoe gaat het met een boerenbruidspaar, hè? Je zoekt je familie uit, toch? Je wordt op een gegeven moment gebeld door de organisatie. Of dat je bruidegom of bruid wilde zijn. Mm-hmm. En ja, daar zeg je dan ja tegen. En dan wordt er gezegd van ja, dan moet jij een vader, een moeder en een getuige opgeven. Ja. En die gaan dan ook bellen. Op het moment dat zij ja of nee zeggen, weten zij nog niet dat het voor mij of voor Loes was. Oh, leuk! Dus ze weten eigenlijk niet tegen wie ze ja zeggen. Nee. En op het moment dat ze ja zeggen, dan zeggen ze inderdaad het was voor Koen of voor Loes. Oh, leuk. Maar ja, jullie kennen die mensen, jullie hebben die uitgezocht. Dus je hoopt dat ze het doen, dat ze erbij zijn. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En dan heb je inderdaad een vader en een moeder. Want wie heb jij gekozen, Loes? Ik heb Anne van der Leyen en Frank Maas. Ja? Frans Maas bedoel ik. En die ken jij van? Ja, die ken ik van. Anne is een vriendin van mijn moeder al heel lang. Dus die ken ik al heel mijn leven. Ja. Dus toen dacht ik al, oh, dat is wel die leuk. Wil ik er graag bij hebben. Ja, die wil ik er graag bij hebben. Ja, en Frans die ken ik eigenlijk ook al heel lang. Eigenlijk ook al wel heel mijn leven. Dat zijn vrienden van mijn ouders. Dus, die horen er gewoon bij te zijn. Die horen er gewoon bij. Want het is niet gebruikelijk dat je je eigen ouders kiest, hè? Je kiest gewoon echt iemand uit. Ik weet eigenlijk niet zeker of dat zou mogen, maar ik denk... Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, nee. En wie heb jij gekozen? Ik heb, mijn moeder is Marjan Slaat. Oh, ja? Dat is de moeder van een vriend van mij. En mijn vader is Leo Maassen. Die ken ik dan ook vanuit Kraaivangers. Ja. Dus het zijn wel mensen waar je echt iets mee hebt. Het zijn niet gewoon vreemden die ergens... Nee, eigenlijk niet. Lukt. Nee, zeker niet. En je getuige? Mijn getuige is Jan Duivens. Dat is mijn beste vriend. Ja. Dus, dat hoort erbij te zijn. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, die moet een goedkeuring geven. Ja, ja, zeker. En jouw getuige? En bij mij Lotte Verbeek. Dat is mijn beste vriendin. Ja, dus, dat is dan ook wel leuk. Dan ook wel. Ja. Ook leuk voor de foto's. Want jullie hadden een uitnodiging die mij enorm aansprak. Ik kreeg op de bekendmaking van prins Joop in Hees. Ik kreeg deze in mijn handen gedrukt. En toen dacht ik, wauw, echt een hele mooie kaart. Een mooie uitnodiging, hè? Nee, is wel leuk. Iedereen staat erop, alle foto's. En daarop staat dat jullie op zaterdag 1 februari om 8 uur in het kraaiennest in de onecht worden verbonden. En ja, weten jullie al wat er gaat gebeuren? Nee. Ja, ik ben er afgelopen, dit is de vierde keer, ik ben de afgelopen 3 keer volgens mij wel geweest. Oh ja, dus ik heb het wel wel gezien. Ja. Maar ja, niet echt heel erg erop gelet. Het hangt natuurlijk ook weer een beetje vanaf wie het gaat doen. Ieder doet het op zijn eigen manier. En dat is voor jullie ook nog een verrassing wie het gaat doen, hè? Ja, klopt. Ja. Zeker. Ja, dat zien we die dag wel. En de een doet het misschien wat serieuzer en de andere die maakt er echt een show van. Ja. Dus ja, dat is dan een beetje voor jullie ook nog een verrassing. Ja, leuk. Klopt. Ja. Hey, en dan gaat het helemaal in kleding. Ja. Wat ga je aandoen? Mag ik niet weten. Ja, nee, dat heb ik ook op de foto aan. Oh, daar heb je daar al gewoon aan. Alles, ja, precies. Gewoon... Boerenklederdracht. Ja, boeren. Ja. En jij, Koen, jij gaat echt met de hoed? Ja, ja? Die hoed die hou ik tijdens de ceremonie op, zeg maar. Ja. En daarna gaat hij zo snel mogelijk af, want is het niet ideaal. Nee, want met het feest kun jij geen hoed gebruiken, hè? Nee, zeker niet. Nee, want jullie waren om 8 uur in de onecht verbonden. En dan, daarna is er gewoon een groot feest. Ja, is gewoon feest. Eerste receptie? Ja, in principe eerste receptie. En dan komen iedereen die er is, komt dan feliciteren. Ja. En dan is het gewoon gezelligheid en... een feestje, dus... Ja, en jullie zijn al in ondertrouw? Ja. Was het spannend? Nou... ja. Spannend. We hadden in eerste instantie, hoe kwamen we daar aan? En dan gaat iedereen naar boven. Maar, ja, jij was er al ooit geweest, hoor. Ja, heel vroeger. Waar was dat? In het gemeentehuis. In het gemeentehuis. Oh, dat is wel leuk. En helemaal boven. En dan zat er zo'n kamertje en iedereen ging al zitten. En wij hadden zoiets van, oh, wij gaan ook zitten. En dan gebeurt het zien allemaal. Zien we wel, ja. Maar de muziek ging aan en wij moesten met z'n tweeën binnenlopen. Terwijl iedereen al zag. Oh, ja, het was echt, meteen echt... Dus het was echt zoals meteen... Een beetje statig. Ja. Leuk. Ja, en dus, toen moesten we daar nog het een en ander ondertekenen. Wat bij een echt huwelijk ook moet. Ja. En toen kregen we een heel lekker borreltje voorgeschoteld. Nou. En toen kon de proost op ons huwelijk. En toen kon de gezelligheid beginnen. Ja, 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 toen zijn we inderdaad met z'n allen met onze families dan. En in ieder geval, mijn echte ouders waren er ook bij. En dan de raad. Die zijn we naar thuis gegaan. Oh, leuk. Ja. Dus echt met iedereen. En zijn we daar verder
Ja, hebben ze nog wat spelletjes voor ons gedaan. Ja. Wat gezelligheid en voor de rest gewoon lekker geborreld en gekletst. Dus. Ja, leuk. En dan weten jullie wel al hoe jullie trouwdag eruit gaat zien. Ja. Daar hebben jullie wel al een beetje idee van? Of is het allemaal een verrassing? Nee, ja, in de middag worden wij opgehaald met een huifkar. Oh, leuk. Ja. En dan, volgens mij halen ze eerst mij op. En dan gaan we naar Loes toe, daarna onze twee getuigen. En daarna halen wij mijn familie op en die van haar. En dan gaan we nog even... Dat gaat allemaal in dezelfde huifkar. In dezelfde huifkar. Ja, ja. En ja. Ze, volgens mij willen ze het zo doen dat ze... als iemand ophalen, dat ze dan weer een rondje door het dorp doen. Voordat ik. Ze naar de volgende gaan. Ja, dat snap zodat ik. Iedereen het iedereen echt ziet. Heeft. Ja, precies. Ja, dus leuk. Het is niet alleen avondactiviteit. Neemt voor ons wel echt de hele dag in beslag. Ja. Ja. Gezellig. En de Raad van Elf is daar ook gewoon steeds bij. Overdag volgens mij niet. Nee. S'avonds pas. Ja. Want dan gaan jullie naar de feesttent. En waar staat de feesttent? Die staat achter het gemeentehuis. Oké. Okay. Ja, dat is een groot carnavalstent. En daar gaat het s'avonds allemaal gebeuren. Ja, om 8 uur? 8 uur gaat hij open en dan, ja, ik denk dat het rond 8:30, 9 uur zal het echt beginnen. Hey, en dan is gewoon iedereen welkom? Of hoe moet ik het zien? Iedereen is welkom. Het feest voor genodigden. Nee, iedereen is welkom, het liefst zoveel mogelijk mensen natuurlijk. Ja. Dus want we willen de andere drie, onze voorgaande drie bruidsparen, ja, wel overtreffen inderdaad. Ja, snap ik helemaal. Dus, iedereen komt op zaterdag 1 februari rond 8:00 naar het Kraaiennest. Dat is de tent die achter het gemeentehuis staat in Hezen. Om jullie in de onecht verbonden te zien worden. Ja, leuk. Ja, kun je maar een keer geoefend hebben, toch? Ja. Ja, zo is het, hè? Ja, weet je in ieder geval een beetje hoe het gaat. Ja. Kun je altijd nog zien. Ja. Ik wens jullie veel plezier. Dankjewel. Geniet er lekker van. Komt goed. Hartstikke bedankt voor het komen. Ja, geen dank. Nou, we zien elkaar vast nog ergens. Komt goed. Ja. Dankjewel. Yes. Ja, bedankt. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze kun je oplopen door een tekenbeet. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de Lyme-bacterie bij zich. De bacterie wordt niet bij elke tekenbeet overgedragen. Heb je de ziekte van Lyme, dan kun je last krijgen van een vlek of kring rondom de plek van de tekenbeet. Andere mogelijke verschijnselen zijn koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn. Op lange termijn krijg je soms andere huidklachten, zenuwklachten, gewrichtsklachten of hartklachten. De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Door zo snel mogelijk te behandelen, verklein je de kans op langdurige klachten. Heb je gezondheidsklachten en ben je de afgelopen 3 maanden gebeten door een teek? Bespreek dit dan met je arts. Meer weten? Ga naar rivm.nl/Lyme. Ik heb Michel Nadink langs me staan. Dank Michel. Dank Dianne. Vind je het leuk dat je er bent? Ik stel het ook erg op prijs dat ik hier mag zijn. Nou, het verhaal van jou raakt me altijd. Ik ben natuurlijk zelf mama. En ja. Ja, als het over een ziek kind gaat, dan raakt het me. Dus ik dacht, misschien is het goed om Michel nog eens te vragen. En ik vind het heel fijn dat ik erover vertellen kan. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Want jouw kleinkind, Lisanne. 1 kleindochter heb ik. Ja. Lisanne, nu 17 jaar. En die is al 5 jaar echt, echt zwaar ziek. Heeft de ziekte van Lyme. Ja. Is 10 jaar geleden gebeten door een teek. Jezus. Die is toen niet helemaal goed behandeld. Er is een te korte antibiotica-kuur voor voorgeschreven. Ja. Eerste 5 jaar niks aan de hand. En na 5 jaar beginnen ineens de klachten. Ze valt zo van de fiets. Ze heeft geen kracht meer in haar lijf. Alle spieren trillen. Ze kan niet meer fietsen. Ze heeft hoofdpijn, nekpijn, blaaspijn, nierpijn. Geheugenverlies, haaruitval, alvleesklierenaketas, noem het maar op. Algehele malaise door de ziekte van Lyme. Verschrikkelijk. Gewoon helemaal, het lichaam is gewoon helemaal aangetast. Ja. Ja. Maar dan kom je daarachter, Michel, en dat begint natuurlijk... Dan begint de ellende. Ja, de lijdensweg. Ja. Want je wordt van hot naar her. Want dus, voor het is erkend is dat je echt de ziekte van Lyme hebt, ben je een hele tijd verder. Ja. Ik heb op tv eens ooit een paar jaar terug een uitzending gezien waar een arts aan het woord was. En die zei heel eerlijk, we kunnen er zo weinig mee, want in onze opleiding... horen wij niks over Lyme. Nee. Er wordt niks over verteld. Nee. Dus het is voor de Nederlandse zorg is het gewoon nog gedeeltelijk in ieder geval een zwart gat. Onbekend. En dan worden alle onderdeeltjes worden apart behandeld. Het kind is behandeld voor
problemen met de blaas, voor problemen met de nieren, voor problemen met het hart. En ben je ondertussen een half jaar verder? Veel meer. Ja, heb je nog steeds niet het gevoel dat het iets geholpen heeft en worstel je maar door. En bij het kind zelf ontstaat ook de frustratie van ik word niet serieus genomen. Ja, dat geloof ik. Word niet serieus genomen. Dat snap ik. De mensen luisteren niet naar me, begrijpen niet wat ik mankeer. Nee. Ze wordt midden in de nacht wordt ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat het gewoon niet meer gaat van de pijn, ligt krom van de pijn op bed. Wat erg. 112 wordt gebeld, komt een ambulance, brengt ze naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis controleren ze dan, ja, waar heb je pijn? Ja, hier. Nou, dan kijken we even naar de blaas. Niks aan de hand. Of... En dan zeggen ze, ja, we kunnen niks zien, er is niks aan de hand. Nee. En dat frustreert enorm, hè, voor zo'n kind. Ja, dat snap ik, dat want je wil gewoon graag kind zijn. En dat kan niet, want het is gewoon echt altijd patiënt. Nou, uiteindelijk komen we bij een arts in Amsterdam terecht. Die laat een laboratoriumonderzoek in Duitsland doen, in Berlijn. Daar komt uit dat ze besmet is met de Borrelia en de Bartonella-bacterie. Oh. En dat zijn twee bacteriën door die teek zijn overgebracht. Ja. Dan zegt heb je dan pech dat het er twee zijn, want dat kan er ook één zijn. Ja, en sinds inmiddels heeft ze een behandeling gehad in Duitsland, maar daar komen we nog wel even op. Maar daar zijn nog veel meer neveninfecties geconstateerd. Oh, ja. Want die Borrelia-bacterie, die is in staat om zich te vermenigvuldigen en zich te verstoppen in organen. Ja, waardoor antibiotica er ook niet meer bij kan. Nee, dat is het. En dan kan het doorwoekeren, want antibiotica heeft er geen vat op. Precies. Ja. En dat onderzoek in Duitsland, wat dus duidelijk aantoont dat er sprake is van die besmetting. Mm. Daarvan zegt de Nederlandse geneeskunde weer, ja, het is wetenschappelijk allemaal niet onderbouwd. Nee, maar ja. Dus we erkennen het niet. Nee. En een gevolg is dat de zorgverzekeraar zegt, dan vergoeden wij het ook niet. Nee, daar staan we geen wetenschappelijke onderbouwing, dan geen vergoeding. Alsof het nog niet erg genoeg is. Precies. Ja, precies. En er zijn in Nederland toch elk jaar zo'n 2500-2600 patiënten die deze chronische vorm van Lyme hebben. Ja. En als je eens gaat kijken bij de Lyme-vereniging, dan zijn het allemaal mensen die ten einde raad zijn. Ja, dat snap ik. Mijn kleindochter is op een gegeven moment zover geweest dat ze in het ziekenhuis tegen een arts zei, weet je hoe die doet, maak er een eind aan, want het hoeft van mij niet meer. Ja, maar dat snap ik ook. Ja, maar dat is dramatisch. Het gaat van kwaad tot erger en niemand lijkt je te kunnen helpen. Precies. Waar wacht je op? Ja. Ja, kan me voorstellen. Ja. Maar toen kwamen jullie in een ziekenhuis in Duitsland terecht. In een kliniek in Duitsland. Ja. Ja. Via de Lyme-vereniging, via twee andere Lyme-patiënten die daar een behandeling ondergaan hadden, werd mijn dochter, dus de moeder van mijn kleindochter, gewezen op die mogelijkheid. Ja. Toen zijn we in oktober, ik ben meegeweest om een beetje de huishoudelijke verzorging voor mijn rekening te nemen. Want het was overdag daar in de kliniek en s'avonds zaten we in een bed and breakfast. Ja. Dan moest de was gedaan worden, het ontbijt gemaakt. Daarom het leven gaat ook gewoon door. Dus ik ben er ook bij geweest die 3 weken lang. En in die 3 weken is eigenlijk alleen maar gewerkt naar versterken van het immuunsysteem, versterken van het lichaam. Ja. Want antibiotica werken niet meer. Nee, en het kind is zo verzwakt. Ja, en het eigen immuunsysteem moet die bacterie doodkrijgen. Dus er is alleen maar gewerkt naar versteviging, versterking van het immuunsysteem. Ja. Dat is redelijk goed gegaan. De behandeling had afgesloten moeten worden met een stamceltransplantatie. Dan halen ze nieuwe jonge bloedlichaampjes uit de heup. En die zetten ze in de arm terug nadat die buiten het lichaam versterkt en gezond gemaakt zijn. Ja. Dat ging niet door. Dat was een enorme dreun voor het kind. Want daar was Lisanne te zwak voor. Daar was ze te zwak voor. Ja. Nu is ze thuis en moet ze maandenlang aansterken. Ja, dat wil ik zeggen, dan moet je naar huis en moet je aan gaan sterken. En dat duurt maanden. De planning is dat ze in april, mei terug kan. Ja. Dat dan die transplantatie zal kunnen plaatsvinden. Maar het hangt er vanaf of het aansterken nu of dat daadwerkelijk goed gaat. En hoe voelt ze zich? Ze voelt zich gelukkig een stuk beter. Oh, gelukkig. Dan motiveert het ook om weer... Uitgerekend vandaag ging er bij mij iets... Er gebeurde iets geweldigs, want ik kreeg om 1:45 een appje van Lisanne. Ja. Van opa, ik ben aan het wandelen. Oh, wauw. Ik krijg een kippenvel van. Ik kan me voorstellen. Ja, dat je weer iets gewoons ze kon niet meer lopen. Doen. Nee. Ze kon niet lopen. Ze kon niet fietsen. Ze zat in een rolstoel. Toen ze uit Duitsland terugkwam, is ze een beetje gaan lopen. En vandaag voor de eerste keer zelf... een eind gaan wandelen. Oh, wauw. En dat was zo. Dat is echt weer een overwinning. Ja, ja, absoluut. Ja, echt heel fijn. Absoluut. Zeker. Ja. Nou, is de behandeling in Duitsland is niet klaar, zei je net al. Want de stamceltransplantatie moet nog gaan gebeuren. Ja. En het is natuurlijk altijd weer, als het niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering. Het zijn allemaal hele dure behandelingen. Dan is altijd het probleem weer, hoe gaan we het allemaal bekostigen? Precies, want ook die medicijnen die ze nu die maandenlang moet slikken, worden niet vergoed. Eigen rekening. Ja. Kostenpost €1700 per maand. En als je dan een alleenstaande moeder bent met een gewoon modaal inkomen, is er een forse aanslag op je portemonnee. Ja, zeker. Ja.
Dus er is gewoon... Je er is kind, gewoon je wil graag alles doen. Dat is het, hè? Absoluut. Als moeder toekijken, je wil graag iets doen. Als moeder doen, kan je niet toekijken en als opa kan je ook niet toekijken. Zeker niet. Dat krijg je niet van elkaar. Nee. Maar nou komt er in april een Lopen voor Lyme evenement. Yes. Kun je daar eens over vertellen? Lopen voor Lyme, landelijk georganiseerd evenement. Daar doen elk jaar zo'n tussen de 1000 en de 1500 mensen, maar misschien wel meer, doen daaraan mee. In Woudenberg in de provincie Utrecht is rondom een meer een parcours uitgezet van 2,5 kilometer. Mm-hmm. Je hoeft geen prestatie te leveren in kilometers, je levert de prestatie lever je in tijd. Okay. Je kan een uur wandelen, je kan een uur hardlopen, je kan 2 uur wandelen, je kan 3 uur hardlopen, je kan inschrijven voor wat je wil. Ja, en jij gaat meelopen. Deze 73-jarige opa, sorry, heeft ingeschreven voor 5 uur wandelen. Dan loop je gewoon op karakter, hè, dan opa? Loop ik op karakter van 12 tot 5 ga ik wandelen om geld in te zamelen voor het kind. Al val je er beneden. Dat gaat niet gebeuren. Jij gaat het gewoon doen. Ik maak die 5 uur maak ik vol en ik ben al volop in training. Knap hoor. Want ik heb hier in de omgeving nog nooit zoveel gewandeld als de laatste week. Nou weet je alle plekjes ineens te vinden. Zo gauw als de zon een beetje schijnt, ga ik erop uit. Ja. Goede schoenen aan en gewoon trainen. Ik en, wil jij niet kan, even en jij kan dan gesponsord worden, Michel? Ik kan gesponsord worden. Bij, de lopers bestaan uit teams. Ja. Er zijn teams, heb ik gezien op internet, die met 40 man lopen. Wij hebben een bescheiden team van 8 man. Mm-hmm. Die kunnen alle 8 op naam gesponsord worden. Okay. Er is een website Lopen voor Lyme. Ja. Op die website Lopen voor Lyme, daar staan alle teams staan vermeld. Die worden daar ook uitgesplitst, de leden die in dat team meedoen. Ja. En per deelnemer van een team kan er gesponsord worden. Oké, okay. Zeg nou dat iemand zegt, oh, ik vind het zo'n geweldig verhaal, ik wil echt meelopen. Dat kan dat ook? Graag. Met jullie team? Graag. We zijn met 8 lopers op dit moment. Uh-huh. En een team mag bestaan uit zoveel lopers als je zelf wil. Ik ga vandaag 4 uur hardlopen voor het goede doel. Ik heb er super veel zin in en ik hoop dat zometeen de zon gaat schijnen. Go! Let's just... Do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. We make out, but we love it. But we love it. We can never know. Hi, hello to life. Als er mensen zijn die zeggen, wij willen graag meelopen, zijn ze hartstikke welkom. En waar kunnen ze zich dan aanmelden? Dan kunnen ze zich aanmelden op de site Lopen voor Lyme. Ja. De team captain is mijn dochter, Sandra Nanink. Ja. Als je je daar aanmeldt, zorgt zij voor doormelding naar de organisatie. Super. Ja. Zou leuk zijn, hè? Al zou een hele leuk zijn. Club gewoon, allemaal voor Lisanne. Ja, kan En je ziet ook op internet, dus wat ik net zei, er kwam vanmiddag een team tegen van 30 of 35 man. Mm-hmm. En die hebben gewoon al €10.000 bij elkaar. Ja, moet gewoon kunnen. Wij lopen met 8 mannen. We hebben op dit moment €400 bij elkaar. Ja, daar moet echt nog wel bij, hè? En ik loop nu voor €65 5 uur. Vind ik niet erg? Want ik doe het. Ik doe maar het zou wel leuk kleindorp. Zijn als het dubbele was, hè? Ik doe het of in ieder geval. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Als mensen nou zeggen, ik wil helpen, ik wil meelopen, ik wil er meer over weten.
Het kan allemaal op de Facebook Help Lisanne Vechten. Er is een Facebookpagina Help Lisanne Vechten. L-I-S-A-N. Mm-hmm. Lisanne. Help Lisanne Vechten. Daar staat alle informatie op. Ja. Het hele verloop van haar problematiek van de afgelopen jaren. Ja, dan leer je er ook een beetje kennen. Precies. En dan krijg je er ook een ander gevoel bij. Ook alle informatie over dit evenement Lopen voor Lyme is ook daar allemaal terug te vinden. Mooi. Ja. Nou, we gaan ervoor dat er heel veel mensen jullie gaan helpen. Want ja, Lisanne wil ook gewoon een normale jeugd. Die wil een normaal leven, ja, van precies. Een 17-jarige. Die wil een sociaal leven weer terug. Zeker. Ze is, sinds wij uit Duitsland terug zijn, ook één keer weer met een paar vriendinnen bij McDonald's wat we ze eten. Wow. Dat was alweer een hele prestatie. Dat is een hele stap. Het sociale netwerk valt ook weg. Je wereldje wordt heel klein. Hè? Vriendinnen willen shoppen en zij ligt thuis op de bank met de gordijnen dicht. En dat wil ze niet, daar heeft ze niet voor gekozen. Het is echt pech. Ja. 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 Gaat vast goed komen. We gaan ons stinkende best doen. Ja. En we gaan ervan uit dat het goed komt. Linksom of rechtsom. Zeker. Maar het kind zal genezen. Heel goed. Goede instelling. Zet hem op. Janne, bedankt voor dankjewel. De tijd. Dankjewel. En we zien elkaar nog. Absoluut. Dankjewel. Dit was hem voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bye.